ben helemaal blij, want Ruben en ik gaan nooit met z'n tweeën naar het terrasje. Maar, nu ging ik nog wel zeggen, dat weet jij niet. Is het al zeker of komt het? Twijfelen ze nog? Ik dacht dat ik de bel hoorde in mijn slaap, dus ik ren naar de deur. Kan ik bukken? Dagje Mukbang! Ik heb een outfit aan, echt, ik draag nooit zoiets. Ik ben met Susanna. Oh, dit jurkje is leuk! Het is op. Het is gewoon echt een rotopmerking. Zelfs ik heb het. Ja! Met allemaal afval dat we hebben verzameld. Ja. Wordt klem gereden op tramrails. Ja. Hallo jongens. Ik heb even een sjaal om, want ik heb het altijd koud. We gaan nu naar Amsterdam. Het is al best wel laat. Ik heb mijn nieuwe blouse aan. Die body blouse. Die ik in mijn pas ook shop nog liet zien. Superleuk. En we gaan de scooter laten keuren, zeg maar. Moesten we van de politie laten zien dat hij goed was. En heel meekelen, een beetje winkelen. En ergens lekker drinken en zitten. Heel veel zin in. Het is wel laat, het komt een beetje door mij, maar ik heb er echt heel veel zin in. We gaan nu met de scooter. Ik heb op Instagram gezegd, moeten we gaan. En echt meer dan 90% zei ja. Oké, we zitten bij de Kroon. En dus kijk, ik heb zin om iets van een snackje erbij. Ik ben helemaal blij, want Ruben en ik gaan nooit met z'n tweeën naar het terrasje. En het is mega vol. En we hebben echt een topplek. Gewoon helemaal aan de zijkant, helemaal achter, vol in de zon. Dus ik ben heel blij. En we gaan knoflookbrood erbij bestellen. En ik neem geen alcohol, want ik kan gewoon niet echt alcohol. Oké, dit is onze focaccia. Het ziet er niet echt uit als focaccia. Het is zo weinig wat erbij zit. Maar ik zeur altijd. Jongens, ik zei op Instagram dat ik of Ruben een foto van mij moest maken. Hij heeft het gedaan, maar het ging echt goed. Hè? Het was niet stom dit keer. Mm-hmm. Het was best wel makkelijk. Dus hier. Maar, nu ging ik nog wel zeggen, dat weet jij niet. Ik zei dat ik ook even een foto van jou moest maken. Nee. Ik ga één foto van jou. Oké, eentje is goed. Okay. Zal ik het filmen of foto? Misschien beter filmen, zeker. Oké, okay, kom maar. Nee, ik kan het niet. Jawel, doe. Eens lachen. Boeken boeien. Oké, voor Ruben's foto moet je naar zijn Instagram. Ja. Hi, we zijn weer thuis. Oh, ik val mijn benen niet meer van de scooter. We wilden dus weer sushi halen. En weer lekker bij dat plekje van vorige week opeten. Maar het werd zo koud. En nu zitten we echt 1 seconde binnen. Oh nee, er is nog steeds een wolk. Nee, nu is de zon. Wel zon? Ja. Nou, het was echt koud en de scooter rijdt nu... Oh, het is niet zelfs hier nog, hè? De scooter rijdt nu heel langzaam. Dus we hebben er echt heel lang over gereden. Dus het werd echt te koud. Maar ik moest dus rijden van jullie. Dus Ruben had 3 biertjes gedronken. Ik had geen alcohol gedronken. Wow, ben ik bruin, Ruben? Oh, ik ben echt heel bruin. Wat is dit? Is dit stront? Niet ruiken. Nee, fembrapoeder. Sliertjes? 13 euro, je maat 44. Oh, ik had de camera niet meer mogen. Dus, wat is het voor glans in mijn hoofd? Dat zei ik ook alweer. Oh ja, dus ik ging rijden en toen gingen we nog net alcoholvrij biertjes voor mij halen. En voor hem nog 2 biertjes dat we buiten konden eten. Maar het was gewoon te koud. Maar op zich hebben we best wel goed geluisterd naar jullie dingen. Lekker traan. Is het al zeker of komt het? Wordt het twijfelen ze nog? Riep. Is het al zeker? Oh, misschien moeten we dus tol gaan betalen als je in Amsterdam wil rijden. Want 40-60% is doorgaand verkeer van wat er rijdt ofzo? Ik begrijp het wel. Dit is onze sushi. Gaat lekker. Mm. Lekker is die? Yo. Oh jongens, één ding wat ik niet heb gedaan is echt op jurkjes jacht gegaan. Wat ik had gezegd in mijn pool. Maar dat komt, ik ging echt heel snel een paar winkels in, maar ik zag niks. Maar, de laatste tijd heb ik in weekvlogs en pas ook in shopvlogs zoveel jurkjes laten zien. Dus kijk die maar en dan ben je weer blij. Jongens, ik was blijkbaar de voice-over een keer uitgeklikt. Komt ie. Hey, ja, al lekker. Ja, weg met die camera. Ja, heb ik een biertje. Ja, ik probeer wel meer mijn best doen om echt leuke foto's te maken. Ik ben er echt wel blij mee. Kijk, eerst was het een beetje zo. Is toch minder leuk. Ik heb vandaag dus ook echt... Nou, je moet maar naar mijn Insta gaan als je de foto's van vandaag wil zien. Heel leuk. Kijk maar. Echt zo leuk. Ik word er steeds beter in. En dat waren echt maar een paar shots. Oké, okay, ciao. Hallo. Ik ben echt even wakker. Waarom ga ik dan al vloggen? Oh, dit trekt ook echt weg van mij. Moet je kijken, dit is als ik net wakker ben. Ik verwacht een ASOS pakketje en ik dacht dat ik de bel hoorde in mijn slaap. Dus ik ren naar de deur en het was inderdaad zo.
Ik ben best wel snel wakker op het algemeen, maar ik lag echt diep te slapen. Wauw. Jongens, mijn allereerste Asos Ezels pakket ooit. En het zijn zomerjurkjes, maar ik ben echt te moe om überhaupt iets open te maken. Wow, ik had nooit dit dat ik zo moeilijk wakker kan worden. Ik ga nu niet passen, ik ben echt helemaal niet wakker. Maar het meest benieuwd was ik dus naar dit jurkje. Want hij is heel lichtroze met rood. En hij is een beetje kinderachtig, maar ik vind hem echt wel leuk. En als ik er zo naar kijk, past hij ook. Dus ik ben heel blij. Ik heb trouwens jurkjes, volgens mij de duurste is €40. Dus ik heb echt wel budget jurkjes gekocht. En echt heel veel leuke. Heel veel leuke jurkjes. Okay, jongens, hiervoor moet ik dus echt zo'n top kopen die ik nooit draag. Zo'n strakke crop top. Ik weet niet in welke kleur. Winkel moet ik hem bijna meenemen om te kijken. Dit vind ik niet zo mooi, maar ik vind het jurkje zelf heel leuk. Nog even het bewijs laten zien dat ik inderdaad foto's van Ruben heb gemaakt. Maar hij lijkt vet groot en is goed lijkt vet klein. Jongens, hey, ik ben heel blij met deze bril. Ik hou er echt van. Ik heb een nieuw jurkje aan. Maar het waait nog wel een beetje vandaag, maar ik heb er zin in. Ik ga toch niet echt lang weg. Hij is leuk. Kan ook met deze jas. En die bruine zonnebril die ik bij Permanent had gekocht, ben ik ook wel. Ik irriteer me een beetje aan dit tasje, dat zit zeg maar zo in je... Nu wil ik even een ander tasje pakken. Ja, ik heb ook zilveren oorbellen. Nieuwe ear party. Nou ja, noem je dit een ear party? Ik weet het niet. Dit. Jammer dat je die leuke mouwtjes niet ziet bij dit jasje. Dit is trouwens echt een perfecte jas. Als je dus een jurkje wil, maar nog niet te bloot. Omdat het niet heel warm is. Wat dat kan zeggen. Hij gaat bij zijn vader eten. Ik zei doe maar. Want ik wilde naar Almere, maar ik dacht dat het kopen af en toe is niet. Dus ik ga even naar de Action in... Dima, want ik moet wat dingen halen voor, we gaan zeg maar een thema duurzaamheid volgende week op mijn werk. Met de kinderen, dus dan moet ik, gewoon kleding pimpen, dus dan moet ik wat dingen verkopen. Dan ga ik meteen wat sushi halen, ik heb best wel weinig gehaald, voor €18 of zo denk ik. En eigenlijk moet ik even langs mijn werk, want dat scheelt me heel veel op maandagochtend. Dus ik ga straks in de auto stappen en dan ga ik beslissen of ik even langs mijn werk ga. Ik denk het wel. Dat is wat chill, nu zijn er gewoon mensen en dan kan ik makkelijk gewoon naartoe. Oké. Okay. Hippie. Ik zit even te denken of ik die rode bril hier wel leuk bij vind. En ik toch voor mijn bruine ga. Brown. Ik vind deze erg leuk. Die heb ik dus ook net bij de Primark gekocht. Gelijk met die rode. En het geeft een beetje hetzelfde effect als een eyeliner. Zo omhoog. Dat vind ik cool. Dibabs. Jongens. Ik nog helemaal denken. Niet mijn huissleutel vergeten. En dan heb ik mijn hele sleutelbos mee. Maar dus niet de voordeursleutel en de poortdeursleutel, zeg maar. Ik wou die sushi dus even lekker op balkon opeten. Mukbang stijl. Maar nu ga ik dan wel het in de auto eten. Dan moet ik even een plekje zoeken. Goede plek. Hier zat ik in de zon. Dus sushi mukbang. Hallo. Tasje mukbang. Zal ik ook live op Insta gaan? Hallo? Waar is nou mijn tas? Oh. Oh nee. Oh hier. Wow. Altijd als er even iets gebeurt ben ik helemaal de klus kwijt. Oké, jongens, ik ben weer eens mijn huissleutel vergeten. Dus ik zeg oké, ik ga mijn sushi wel in een weekvlog als mini mukbang doen. Maar ik ga denk de helft in mijn weekvlog doen en de helft ga ik dan live. Dus ik ga zo live op Insta. Denk ik? Ja, waarom niet? Oh, jeetje, wat is er aan de hand deze dag? Zagen jullie hoe ik hem opving? Hier word je toch helemaal gek van? Hé, hey, Rebecca is er al. Hi! Oh jongens, ik word gek. Ik word helemaal gek. Rebecca, als je er nu bij was, zou je hem voelen. Ik word helemaal shaggy. Laatst was ik mijn huissleutels vergeten. Dus nu zegt Ruben elke keer, let op je huissleutels. Dus ik heb mijn huissleutels mee, die bos. Wil ik met sushi op het balkon gaan zitten. Ik ben nu trouwens ook aan het vloggen. Ik sta voor de deur zitten, maar... Dank je. Het is wel een beetje van onder gefilmd. Ja, hangry. Wil ik gaan dingessen. De deur open doen, zitten dus mijn voordeursleutels. Allebei, zeg maar, van de poort dinges en van de voordeur zelf zitten er niet bij. Nou, toen donderde er net mijn camera. Toen dacht ik, ga maar in de auto al mukbang doen. Ruben is bij zijn vader eten. Zijn vader belde, zei hij, blijf je ook eten? Zei ik, ga maar bij hem eten, dan kan ik sushi halen. Kan ik nog wel even met iemand live. Rebecca, wil jij? Jawel, Rebecca wil wel. Ze heeft ook sushi. Kom maar, Rebecca. Kom maar, baby. Come on, baby. Ja, voor mij komt ze. Yay! Yeah! Nee. Nee. Kijk, ik heb net weer AliExpress oorbellen binnen. Kan je ze zien, die sterretjes? Echt? Kijk. Ook sterren. Ja. Oh, ik ook. Oh, de herdenking is... Nee, jullie hoeven niet stil te zijn, maar het is wel bijna 8 uur. Ja, we moeten nu stoppen. Ja. Oké. Dus dan kunnen we zo nog even. Tot ziens. Ik
Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Nog trouwens voor wie het leuk vinden wat ik heb gekocht voor die workshop. Alleen, dat is echt maar heel kort. En ik wou een lijmpistool, maar die hebben ze niet meer een tijdje en zo. Dus dat kon al niet. Maar dit is wel heel leuk. Dit is dus textielverf. Als je 50% van dit mix met 50% van hun krijtbordverf, dan is het ook zeg maar voor op kleding. Dus ik heb een soort van goud, lichtblauw, roze, blauw. En twee van deze flessen. En dan heb ik nog dit. Dit kunnen we erop doen met touw, knoopjes, op wat ze ook meenemen, schoenen, wat dan ook. Dit, zeg maar, kijk, het hoeft natuurlijk niet heel erg mooi te zijn. Het zijn kinderen uit groep 3 en 4. Maar dit vond ik wel heel leuk, want hier zitten schaatjes in. Dus hier kan je echt met naald en draad. En dat ze dit helemaal leuk vinden. Als je dit door een zachte schoen in doet, of door je broek of zo, kun je het super leuk oppimpen. Alleen, ja, ik dacht het moet wel door de was kunnen en dat soort dingen, maar... Het hoeft niet te serieus, denk ik. Want dan wordt het ook gewoon te moeilijk. En daar hebben we ook tekort voor. Dus dit lekker vastmaken met naald en draad. En nog meer roosjes. En dan heb ik nog dit. Ik weet niet. Het leek me leuk om een soort rand van je mouw te doen of zo. Maar ik heb maar één rolletje. En vier pakken met textielstift. Dit was al 21 nog wat bij elkaar. Dus ik hoop dat ik nog iets leuks vind. Misschien in het weekend. En we hebben op school natuurlijk ook nog wat dingen. Dan heb ik in ieder geval een paar leuke dingetjes. Nu ga ik mijn video editen. En dan zie ik jullie later. Tot later. Jongens, ik heb een outfit aan. Echt, ik draag nooit zoiets. Maar volgens mij vind ik het echt heel leuk. Het tasje weet ik nog niet hoor. Maar ik moet eventjes kattenvoer gaan halen. En dan ga ik naar Amsterdam met Susanna. Een beetje last minute afgesproken. En ik wil even op zoek naar een strak topje wat ik dus nooit draag. Maar wat nu wel beter is onder zo'n jurkje. Dan ga ik even bij de Primark zoeken of zo. Dit is het. Ik ga nu even katten verhalen, want we hebben geen eten meer. Ze hebben geen eten meer. Nou, het is warm. Maar niet echt heel warm. Maar in dit jurkje voel ik me niet heel chill. Want het zeg maar... Het trekt heel snel. Het is geen stretch. Het is echt van dat zo'n slaapzacht stofje. Satijnachtig stofje. Dus ik voel me er een beetje te bloot in. Dus ik ga hem niet aandoen. Het leek me heel leuk ook voor een fotootje en zo. Maar nee, ik vind het voor nu even te kort. Het is gewoon te weinig stof. Dus ik ga gewoon weer hier voor gisteren aan doen. Maar die wou ik morgen ook wel aan. Maakt niet uit. Ik ben dus ongesteld nog steeds. Dat was wel lang. Maar ik merk dat als het heet is, dat ik het heel moeilijk trek. Oké. Oké, ik wacht op Susanna. Ik heb wat gekocht bij H&M. Dat heb ik weer gefilmd voor een nieuwe pashokjes vlog. En ik heb nu een Cold Brew Sweet Cream. Sweet Vanilla. Ik ben met Susanna. Oh, dit jurkje is leuk. Hij is echt leuk, mijn jurk. Ja? Ik heb net mijn jurk gewisseld. Want Susanna vindt het dus echt leuk om foto's te maken. Dus ik vind het ook leuk. En we gaan nu naar Genki. Want eigenlijk houden we niet meer zo heel erg van All You Can Eat. Maar het is gewoon te leuk met dit weer. Lekker in de zon. Helemaal zin in. Dus we zijn nu... Oh, nou moeten we hier pinnen. Oké, Genki lag niet in de zon. Dus dat vonden we echt zonde. Want we wilden eigenlijk niet All You Can Eat doen. Maar we gingen daar puur heen voor de zon. Dus we zitten nu op de... Waar zitten we? Koningsplein. Koningsplein. En we gaan lekker wat chippies eten en zo. En dan gaan we daar naar Kyoto als de zon een beetje weg is. En dan gaan we daar gewoon lekker sushi à la carte eten. Ik ben happy. Jij? Nee, ik ook. Ik vind het maar een rare jurk hoor. We zitten bij Kyoto. Had ik al gezegd dat we niet meer naar Genki gingen? Ja. Dit is echt een super mooi drankje. Dit is van Susanna. Ik twijfel wat ik neem. We doen niet à la carte. We doen wel à la carte. Maar we beginnen nu met dit. Hallo. Super nice. Jongens, ik zeg net van ik vond de jurk wel leuk, maar ik had niet aan Susanna moeten vragen of die leuk is, want zij is echt een beetje nippy. Bitch. Ik kijk net in de spiegel, ik denk dat het echt een nippy jurk. Oké, ik ga sashimi eten. Wow, I have to go to the gym when I do this, my arm is connected. Not normal. Dit is zo goed. It's quite busy, hey. Actually. Heerlijk, iemand die geen schaamte kent. Oké, eet jij maar even een lekkere plakvis. Ik ga voor deze. Lekker? Zacht, hè? Leuk. Wow. Susanna is verbrand, dus zij wil wit zijn, dus ze baalt. We hebben een vanille. Is dat nice? Op. Jongens, ik voel me zo beledigd. Vanochtend sowieso op mijn pashokjes shop nog weer reacties van je zou moeten gaan sporten en zo. Dat ik denk, je weet niet eens of ik sport.
Maar ik zat zo in deze wijde jurk. Ik heb net sushi gegeten, ik ben ongesteld. Mijn buik stond waarschijnlijk een beetje uit. Het was heel druk in de tram. En een Duitse vrouw vraagt of ik wil zitten. Dus ik denk, huh? Dus ik zei, oh, I'm not pregnant. En toen werd ik echt heel boos van binnen. Dus ik zei op het einde nog even tegen haar van... Ze zei sorry en ze pakte zo mijn hand. Ik zeg, I know you meant it well. Van, ik weet dat je het goed bedoelde, maar je kunt zoiets eigenlijk echt niet vragen. Want ik voel me oprecht nu heel erg rot. Dat is gewoon echt een rotopmerking. Ik bedoel, als iemand... zwanger is, dan zou ze het wel zeggen of zo. Of heel opvallend haar buik laten zien. Ik weet het niet. Ja, eigenlijk kan ze er niks aan doen dat ze het zei. Maar ook tegen een jong iemand zoals ik en zo. Het is zo kwetsend. Ik voel me oprecht rot nu. Die andere comments maken me nooit zoveel uit. Maar met dit erbij vind ik het echt niet leuk. Ik weet dat YouTubers ook wel eens reacties onder de foto's krijgen. Oh, maar wat ben je zwanger? Gefeliciteerd. En dat ze echt zeiden van, nou, dat is zo beledigend. Als je het niet weet van iemand, dat kun je gewoon niet zeggen. Dus. Wat van Ruben? Ja, ik moest meteen huilen. Ik vind het heel naar. Maar hij zegt, het ligt aan je jurk. En nu zegt Ruben heel schattig, eeuwig ik die jurk eens aantrekken, dan ga ik laten zien. Oh, die jurk staat, je lijkt wel een Indiase jongen. Nee, je hebt geen buik. Ja, het lijkt inderdaad net zo'n zwangerschapsjurk. Hij dacht dat die vrouw bedoelt het waarschijnlijk goed. Van, ik zou hem de hele avond lachten mensen heel lief naar, maar waarschijnlijk dacht iedereen van, oh wat leuk, een vrouw die zwanger is. Dat zelfs ik in bed. Ja. Hoe kan dat? Sta jij met de zo? Ja, sta je ooit zo? Ja, ik sta de trein zo. Helemaal. Ja? Zie je, dat lijkt gewoon zo. Het is net een zwangerschapsjurk. Ik heb zelfs grote tepels. Ze kan nooit die jurk aan meer. Hij is net nieuw. Maar deze heeft hier tussen hier. Als je hem gedetailleerd zou hebben. Ja, met een riempje omheen. Staat er best wel goed. Hallo, I am Nicole from India. You like some spaghetti chalala? You like that? I have chicken. Nou, ja, ik denk ook wel dat het door de jurk komt. Dat is nog eens heel beledigend. Want jullie weten dat mijn buik mijn grootste ding is. Al mijn hele leven heb ik een buik. En dan gaan mensen zeggen, ga sporten. Terwijl ik denk, ja, je weet niet dat ik al mijn hele leven hier zo mee struggle. En dan doe er wat aan als je het niet leuk vindt. Ja, mag ik nooit meer uit eten? Mag ik nooit meer een donut eten? Ik bedoel, ja, zelf ben ik best wel happy op het moment. Maar dit is wel heel slecht weer voor je zelfvertrouwen. Maar goed. Ja, op jullie jurk. Op jullie jurk. Ik dacht dat ik niet zo kleed, dacht ik, ja, begrijp maar. Ja. En ik ben ongesteld en ik heb net uit eten geweest. Ja, en niet gepoepen zijn. Hallo jongens, het is zondag. Wij gaan naar Amsterdam. Ik heb weer dit jurkje gewoon aan. Ik heb er nu sneakers onder. Mijn benen zijn al iets breder trouwens. Normaal vind ik dat het wel een beetje stompjes geeft. Maar ik vind eigenlijk die slippers zo oncharmant staan. Dus ik vond het wel... Ja, dan maar stompjes. Ik vind het wel cool. Haarband erbij, andere oorbellen. Een beetje lipstick. Nee, lijkt niet zwanger. Dat is ook een voordeel. Lijkt ik niet zwanger? Als ik zo sta. Huh? Nee, dan lijkt je deze jurk nog steeds niet zwanger. Nee, je moet zo doen. Je moet even wegblijven en zo. Ja, maar zie je, dit jurkje dat gaat gewoon naar buiten, dus het zien. Nee. Leuk jurkje, hè? Het is wel weer wijd, maar heel leuk. Oké, okay, dus ik heb een beetje een soort raspberry lipstick kleurtje op. Het staat eigenlijk wel mooi. Als je de rest een beetje zwart-wit hebt, ja. Lijkt me alsof ik heel veel make-up heb. Oké, Frans Linde had zich een beetje verslapen, dus we zijn iets later. Maar we gaan. Oké, dit ziet er echt niet uit. Spijkerjasje erbij. Ik weet niet of het leuk is. Ja, sjaal, want ik krijg altijd heel snel keelpijn. Dus. En deze tas. Ik vond het wel cool erbij. Ik zit op mijn terrasje, maar ik kan dus niemand filmen. Want Linda en Frans willen allebei niet op beeld. Hallo, het is echt mega heet. We hebben stokbroden. We hebben dat even... Nou, niet echt gewinkeld. Even naar H&M geweest. En de mannen waren op het terras. Nu zijn we onderweg naar Vondel. We hebben bier, wij hebben water. Want wij zijn healthy. Nou, we zitten weer. Moet je eerlijk zeggen, ik vind het 10 keer chiller dan een terrasje. Ik vind het veel chiller dan een terrasje. Jij bent ook gewoon lekker. Ik denk serieus. Ik heb een salade, we hebben fruit. Het is lekker dit. Yummy. Mijn sneaky bastard. Hier zijn Linda's benen. Als je met Ruben gaat chillen, dan gebeurt dit. Helaas. Linda vindt het niet erg fijn. We hebben nu twee nieuwe vrienden gemaakt. Ik zit weer bij het volgende klas. Ik kan weer alleen Ruben filmen. Linda wil kijken, maar ze mag niet te veel. Kijk, hier is Ruben. Ja, go chill. We hebben zoete aardappelfrit. Lekker? Heel lekker. Deze saus is lekker. Je komt er niet op, want geen zorgen. Jongens, wij zijn thuis. We waren echt pas om 10 uur thuis. Ik had echt niet verwacht dat het zo laat zou worden, maar het was mega gezellig. Heerlijke dag gehad en nu moet ik snel gaan slapen, want morgen weer werken. Hey, we zijn vuilnismannetjes aan het inplakken met allemaal afval dat we hebben verzameld. Dat is echt super leuk.
Kijk, allemaal leuke stofjes. En dit. Superleuk. Ik was uit mijn werk. En ik ga heel even snel douchen. En dan ga ik naar Amsterdam en ik ga met de auto, wat ik nooit doe. Maar anders is het gewoon te ver. Want ik ben uitgenodigd om te komen eten bij Matama Amsterdam. Dat is een concept store restaurant. Superleuk. Ik ga daarheen met Michelle. En ik ga me gewoon helemaal laten verrassen. En ik ga het ook voor jullie vloggen. Want volgens mij is het echt super luxe en lekker. Ik doe niet weer dit jurkje aan. Ik ga even kijken wat ik aan, maar het is heel heet. Even douchen en opfrissen. En dan zie ik jullie straks. Oké, jongens. Ik ben klaar om te gaan. Ja, ik heb even een cape. Oh, dat is wel heel strandachtig. Overheen voor vanavond, dacht ik. Maar waarschijnlijk wordt het niet eens. Ik word toch niet later. Waarschijnlijk is het dan nog heel warm. Dit jurkje aan. Ook lekker zo. Wow, met het, doordat jij het raam dicht deed, lijkt mijn benen vet mooi. Omdat het nu donker is. Ook een beetje zwangerschapsjurk dus. Maar ik vind hem heel leuk. Ik kan het nu niet goed zien, omdat het nu dus donker is. En ik ga dus met de auto. Ik ga echt nog nooit met de auto naar Amsterdam geweest, volgens mij. Auto. Ja. Niet met scooter. Scooter? Nee, joh, dat is meer dan een uur. Niet waar? Dan ging je gisteren dezelfde ook naar Leidse. Het is nog 2 kilometer langer zelfs dan naar Overtoom. En ik ga toch niet zo lang, dus parkeerkosten zijn max 15 euro. En ik voor gratis eten vind ik dat wel prima. Nee, 15 euro is echt heel veel. Ja, maar anders ben ik veel te lang onderweg en wordt het veel te laat. Rijden in Amsterdam is niet normaal. Ik ben echt trots op mezelf. Ik word klem gereden op tramrails. Ik word bijna, dat ik bijna denk van, oh my god, die tram gaat me gewoon aanrijden. Die man rijdt gewoon niet door. Mensen rijden op de lijnbus omdat iemand vast... Oh, dat is niet normaal. Dit staat gewoon nu al een paar minuten ook zo. We staan gewoon helemaal vast. Echt, iedereen staat hier vast. Wij staan hier vast. En echt, ik ga nooit met de auto naar Amsterdam. Het is ook nog eens vet mooi weer. Ik denk echt, waarom ben ik met de auto gegaan? Ik heb voor jullie truffel aardappelchips met ras el-hanout kruiden. Het is een bekende Marokkaanse kruiden. Het is een mix van allerlei soorten specerijen. Vandaag hebben we 4 gangen. We beginnen met quinoa, gaat in wortelsap. Daarbij komt de zeebaars en witte asperges. Tussengerecht is de klassieke kippastilla. Dus we hebben een beetje gefine-tuned, een beetje modern gemaakt door kastanje erin te doen en kersen. Daarbij komt de foie gras, gevuld met truffel. Hooggerecht is lamschouder. Gaat 30 uur bijna. Daarbij komt aardappelpuree en wat zomergroentjes. En als nagerecht hebben we de vanille couscous pudding. Met frambozen, sorbet, ijs en sabayon. Ook huisgemaakt. En daarbij hebben we 3 mooie wijntjes. Het blaadje, dat is Oost-Indische kers, dus het is een beetje scherp. Maar het hoort erbij. Mm-hmm. Lekker. Dankjewel. Dankjewel. Dit is wel lekker. Mm-hmm. Oh, er zit zo'n chili smaak aan. Nu moet jij het ook echt proeven. Daar komt ons tussengerecht, jongens. We hebben de kippenstella met gevuld met truffel en abrikooskruid. Lekker truffel. En voor jou de vegetarische raspberry amandel, avocado met een dressing. En de bitterbal is gevuld met parmezaanse kaas, lekker. Rode bieten en ui. Oh, dat klinkt echt heel lekker. Dank je. Dank je wel. Oh, dat klinkt allebei echt heel goed. Hoop je van jou. Ja. Maar moet je dit met onze vork eten? Ik neem even wel. En? Heb je het ooit gezien? Het is zo lekker, joh, proef hè? Wil je hier een hapje van? Is het truffel? Ja. Oh, lekker. Dat vind ik echt heel lekker. Jongens, truffel risotto, zo lekker. Echt gewoon precies wat ik heel lekker vind. En ze kiezen ook echt de perfecte wijnen erbij. Echt heel chill. Het is lekker, soms proef je ook zo'n zeezoutkorreltje. Wat ik echt heel chill vind, is hoe de groenten zijn echt heel lekker. Ja. Daar hou ik zo erg van. Ja, ik ook. Zeg maar, die asperges waren een soort van beetgaar. Mm-hmm. En ik zeg dat tegen Mies, wat ik ook heel fijn vind, is dat je normaal bij dit soort wat luxere dingetjes, heb je echt nog honger daarna. En nu zit ik eigenlijk echt al heel erg goed gevuld. Wow, kijk, ik heb even Michelle's Dubbelwear Estée Lauder opgedaan, een beetje. Meteen verschil. En vind je het char? Ja? Hoe vind je het? Ja? Heel chill. Mm. Maar je hebt zeg maar een soort wat dikker gedeelte, dit. Mm-hmm. Dat is couscouspudding. En je hebt een soort schuim. En dat schuim is echt bizar lekker. Niet geproefd. Ja. Proef dat schuim. En nog sorbet ijs. Kijk hoe mooi het eruit ziet. Heel lekker. En het heeft een soort van smoky smaak aan. Hallo jongens. Oh, ik ben kapot. Je ziet het aan me. Ik ben nog helemaal vergeten af te sluiten, zeg maar, dit. Ik was dus uitgenodigd hiervoor via Lisa, die vriendin van Ruben, die kende hem, zeg maar, weer. En het was zijn eerste keer.
Zij heeft sowieso een restaurant in Amsterdam. Maar dat ze dit concept gingen proberen. Je kunt dus voor 35 euro. Sorry, maar het ziet er echt niet uit. Nu dan een viergangenmenu. Ze willen misschien nog gaan uitbreiden. Echt best wel van het luxe, noem je dat? Fine dining. Maar wel genoeg eten, want ik zit echt best wel heel erg vol. 35 euro, echt best wel luxe. Heel erg goed eten. En heb je voor 13 euro nog een wijnarrangement erbij. En de wijn was echt heel erg lekker. Plus parkeren was maar 3 euro per uur trouwens. Dat is wel heel erg chill. Ik heb oprecht heel erg van genoten. Ik vond het echt super lekker. Het is heel gezellig. Dus mocht je in Amsterdam wonen, is het zeker wel een aanrader. Als je net als ik gewoon niet meer altijd dat all you can eat wil. En altijd maar sushi. En ik vind het ook echt wel een hele goede prijs voor best wel chic eten. Dus heel erg bedankt dat ik mocht komen. En het was heel erg leuk. Maar ik ben kapot. Ik ga lekker slapen.